Hallo allemaal, een tweede video vandaag. Dit is eigenlijk mijn kerstvideo, dus vandaag gaan we niets leren, niets zien. Ik wil in deze video simpelweg in dit hele moeilijke jaar, voor mij is het echt een heel erg moeilijk jaar, maar daar ga ik verder hier niet op terugkomen, wil ik in dit moeilijke jaar iedereen een hele fijne feestdagen toewensen. Een heel gelukkig kerstfeest en vooral een heel erg gezond en gelukkig 2022. Het is niet vanzelfsprekend in deze tijd dat 2022 een mooi jaar wordt. Als we kijken naar de diverse dingen die in de wereld gebeuren. China, Rusland, maar ook vooral corona en de beperkingen die daaraan vastzitten. Is het toch zo, denk ik, dat als we met z'n allen erachter gaan staan, is dat we misschien toch in staat zijn om op de een of andere manier een mooi jaar neer te zetten. En dat is ook waarom ik u een gelukkig nieuwjaar wens en een hele fijne feestdagen toewens. Ik zeg niet dat ik volgende week geen video's maak, maar dan heb ik het maar vast gedaan, zullen we maar zeggen. Dit jaar was op gebied van de hobby een heel bijzonder jaar. Ik ben begonnen met SLA-printen. Doe ik nog niet zoveel, klopt. Ik heb wat moeite met de zaken goed slijzen. Bovendien is SLA-printen echt voor mooie, kleine objecten te maken. En dat zal bij mij niet zo extreem veel zijn. Ik wil niet zeggen dat ik hem niet gebruik hoor, geen zorg. En hem ook zeker ga gebruiken. Daarnaast de laser natuurlijk. Mijn Ortur Laser Master 2. Een hele nieuwe wereld heeft geopend voor mij. Niet alleen in eigen huis waarin ik met de hobby bezig ben en met allerlei dingen. En er zit van alles nog in de pipeline. Ik heb bijvoorbeeld houten pennen besteld die ik ga graveren. Ik heb een rotary tool besteld om glazen te gaan graveren. Ik heb plexiglas besteld om verlichte objecten te maken. Daar heb ik al eens een keer een videootje van gemaakt, maar ik wil dat nu toch iets professioneler gaan doen. Maar daarnaast ben ik ook te gast geweest dit jaar bij de mensen van Laser Arts in Westervoort. En ik wil de mensen van Laser Arts in Westervoort enorm bedanken voor het feit dat ik daar heb tot nu toe al heb mogen spelen. En dat gaat ook volgend jaar zeer zeker door. Daar wordt gewerkt met een MOPA laser. Dat is een Fiber Pulse laser. Die metalen kan snijden, graveren, maar zelfs van kleuren kan voorzien. Alleen, dat is waar ik met name in het spel kom, is om daar bij te helpen om dat goed voor elkaar te krijgen. Daarnaast hebben ze een hele mooie CO2 laser staan, een hele grote, een hele zware. En het is natuurlijk een droom voor elke laser engraver, hobbyist, om daarmee te gaan mogen werken. En ook dat mag ik, dat weet ik dat ik dat mag. Natuurlijk op de momenten dat die niet voor andere dingen nodig is. Dus dat gaat zeer zeker volgend jaar gebeuren. Dus dat hele laser engraven heeft bij mij aardig wat losgemaakt. Vandaar ook die hele training die we op dit moment aan het doen zijn van Lightburn. Daarnaast heeft het er ook voor gezorgd op mijn YouTube kanaal. En nogmaals jongens, ik ben niet echt iemand die dol is op het maken van video's. In de zin van het bewerken daarvan. Ik heb een oud collega die daar heel gewiekst in was en heel erg goed in was. Ik zeker niet. Het enige wat ik wil doen is mensen dingen laten zien en mensen dingen uitleggen. En dat die video's niet altijd even goed zijn, mij maakt het niet zoveel uit. Ik hoop dat u ervan leert. En dat is het allerbelangrijkste van het verhaal. En dat videokanaal, dat heb ik natuurlijk al een paar jaartjes. En daar had ik 20, 30 volgers. En mensen die mij, die zich abonneerden op mij. Dat aantal is inmiddels ruim boven de 100 uitgegroeid. En daar wil ik u enorm voor bedanken. Dus mijn kijkers, nogmaals. Ik ben geen groot videomens. Ik ben zeker geen influencer. En als ik iemand influencer ben, dan is dat mezelf. En niemand anders. Ik weiger ook om reclame te maken. Ik ga zeker in mijn video's geen reclame maken. Ook nu niet. Maar ik ben er wel trots op dat die mensen mij volgen. En wie weet waar dat ooit nog eens een keer toe leidt. Maar ik ga zeer zeker geen professionele video's maken. Dat kan je vergeten. Simpelweg omdat ik dat niet kan. Omdat ik dat nog nooit gedaan heb. En ook niet de kennis daarvoor heb om dat te doen. En al helemaal niet het geduld hebben om dat te doen. Maar dat hoeft ook niet. Het gaat erom dat u het leuk vindt, dat u er iets van leert. En als u dat niet leuk vindt of er niet van leert, nou dan is het heel simpel om
bij een ander te gaan kijken. Dat vind ik nou het grote voordeel van deze tijd. Ik ben bijna 62. Het grote voordeel van deze tijd zijn dingen als YouTube, waar je eigenlijk alles, maar dan ook werkelijk alles kunt vinden wat je maar wilt. Of je het leuk vindt of niet. En regelmatig kijk ik zelf video's en dan denk ik van, ah, dat vind ik helemaal niks. Dan zet ik hem gewoon weer af, die video, pak ik een volgende video en dan kan ik wel eens iets tegenkomen. En ik denk van, wauw, dat wil ik ook kunnen. En zo rol ik in die hobby. En ongetwijfeld rolt u ook zo in die hobby. En ik kan u maar één ding meegeven daarover. Wees nooit bang over wat u doet. Want in feite, alles wat u doet is haalbaar. U hoeft niet bang te zijn dat u iets niet kunt. YouTube helpt u daarbij. Nogmaals, hele fijne feestdagen. Toch een gelukkig kerstfeest, hoe moeilijk dat ook is in deze tijd. En vooral ook een heel gelukkig en gezond, vooral gezond, 2022. En ik zie u hopelijk in onze volgende video's net zo hard weer terug. Dank je voor de steun en de support.